Nou, hier staan de reporters van het Wold, Rens en ik. We gaan even een instructie maken over een aantal etiketregels. En dan is het in dit geval een win-win situatie. En wat wij daarmee bedoelen? Is dat het zo goed is voor de baan, voor het onderhoud. Dus voor het eigen spelplezier, want daardoor ga je ook beter presteren. Nou zetten we Rens even in een kwaad daglicht, terwijl hij altijd alles goed doet. Maar het is gespeeld, dat snappen jullie. Rens zet hier zijn karretje op de bolling, op de mount, naast een green. En waarom willen we dat niet? Ten eerste beschadig je wat meer die belangrijke plekken rondom de green. En net zo belangrijk, als we hier alles kaal rijden en kapot rijden, jouw bal die straks hier landt, rolt zo weg. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Als je een bal slaat en je mist net de green, moet je nog wel beloond worden dat die bal bij de green blijft liggen. Dus dat is ook een extra reden. Dus het is een win-win situatie. De baan blijft mooi intact en jij als golfer hebt er voordeel bij. Hey, en vol euforie kom je bij die hole, die bal zit erin en dan moet die bal eruit. En hoe doen we het niet? Nou, zo doen we dat dus niet. Hoe doen we dat wel? We pakken die bal eruit en we stappen weg. En hier is het ook weer een win-win situatie. Want als jij die hole, die vlaggenstok er zo uittrekt, we beschadigen de cups, we beschadigen de rand van de green. Maar bovenal, zoals Dave Pels dat noemde, je krijgt een lumpy donut. Dus die randen van die hole die gaan opstaan. En een bal die net te weinig snelheid heeft, wijkt daarop af, dus valt niet. Dus ook jij als golfer hebt er enorm veel voordeel bij als we die bal er op deze manier uitpakken. Stap ook niet te kort bij de hole, maar blijf een beetje met die voet weg.